Zoals jullie de vorige week hebben gezien, gaat het even niet zo lekker met mij. En de afgelopen week heb ik geprobeerd om te leren ontspannen. Ja, want ontspannen moet je ook echt leren. Mm, hoe gaat het met je? Kunnen we een ander onderwerp ja. <laughs> uh, Gespannen. Ja. ja. En ik weet dat... Uh, ik, ik, ik heb de luisteraar in mijn hoofd die zegt van... Neem dan vrij, neem dan vrij. Nou, Eigenlijk moet ik dat misschien ook doen. Ja... Al is het soms ook wel goed om wat dingetjes te blijven doen die je leuk vindt. Ja, maar ik merk wel dat de afgelopen uh, week uh, heb ik meer proberen te ontspannen. En dat, kon, dat lukt op zich wel. Ja. Yeah. Uh, maar toch in mijn hoofd doe ik nog steeds te veel. Ja, ontspannen moet je ook leren. Leren dus, uh, ontspannen. Ja, dat is echt raar eigenlijk, maar ja. het is wel zo. Daar wilde ik het ook deze week over gaan hebben. Over okay. uh, ontspannen en hoe kan je ontspannen. Zal en... ik het raam nog even dicht doen? Hoezo? Nee, dat is nee, nee, goed. Oké. Okay. Nee, ik wilde deze week over ontspannen hebben, dus het is wel goed dat we daarover beginnen. Uh, hoe gaat het met jou? Dat nou, is ja, best vraag. prima eigenlijk. Sgangtje. Schangetje zelfs. Nou, niet echt. gangetje ja, eigenlijk. Zo, zo slecht als het met mij gaat, zo goed eraan met jou natuurlijk. Nee, dat is helemaal niet opgebeurd, Helemaal, <laughs> helemaal opgebeurd, die meid. Dan zou er wel echt iets goed mis met me zijn als ik hier opgebeurd van raak. Ja. Uh, maar nee, uh, ja, het is even uh, wennen. Even wennen, onze nieuwe gang van zaken, inderdaad. Ja. Ja. ja, ik vind het ook wel even verwennen. Dat ik denk van, ik wil eigenlijk zoveel meer. Maar ik moet zeggen dat ik me ook wel bij neergelegd heb... dat het nu even zo is. De, uh, de zorgen om, uh, om, om bedrijven en dat soort dingen... probeer ik een beetje zo van, joh, het komt me goed. Ja. Maar het is wel de reden waarom ik... Ik probeer nog wel steeds dingen te uploaden. Mm -hmm. uh, en dat dus heeft niet te maken met dat... Uh, ik het... Moet doen, maar ook omdat ik het ergens toch ook wel leuk nog vind om te doen. Ja, het is als, als het me niet lukt, dan lukt het me niet. Maar we hebben wel afgesproken ja. volgens mij. Nu dat als het echt niet lukt, en het, bijvoorbeeld, deze podcast zou bijvoorbeeld een dag later komen of twee dagen later, dan is het ook oké. Okay. Ja, ik denk dat je iets minder druk op jezelf moet leggen. Ja. Want um, je moet wel de dingen blijven doen die je echt leuk vindt om te doen. En dit is ook gewoon, je hebt natuurlijk van je hobby ook je werk gemaakt. Ja. Uh, alleen uh, soms is het gewoon lastig met je allerlei. Uh, aan jezelf allerlei eisen gaat stellen... van ik moet dit zo doen en dit zo nou, doen. Nou, wat het meest lastig is... is reacties van anderen, denk ik. Vind ik ja. vooral. Van wat is goed om te doen, weet je wel. Want mm. je krijgt krijg natuurlijk altijd ongevraagd advies. En dat snap ik ook wel. En dat is ook helemaal niet erg. Maar daarom heb ik ook gekozen... dat ik even zelf de reacties niet uh, allemaal meer bijhoud. Ja. Um, ik lees nog wel wat dingetjes, maar niet alles. Omdat ik gewoon niet tegen alle... Meningen, meningen kan. Um, ik zal bijvoorbeeld een mening... Van iemand die zei van ja, ik gun het dat je ook rust neemt en dat soort dingen. En ik denk van ja, ik neem op zich rust. Ik doe zoveel minder als dat ik uh, normaal zou doen. Ja. Um, we hebben ook dingen verdeeld. We hebben zelfs we hadden een hele lijst gemaakt met alle dingen die ik deed. Mm. Volgens mij schrok jij er zelfs van. Ja, het was eigenlijk, je runde eigenlijk een bedrijf van minimaal vijf werknemers in je eentje. Ja. Dat is eigenlijk zo. Maar toen beseffen ze eigenlijk ook... je hebt altijd het gevoel van... ja, maar ik doe helemaal niet zoveel. Klopt. Maar dat komt dan als je met zoveel verschillende taken bezig bent... dan doe je van alles een beetje. Ja. En dat is samen heel veel... maar uiteindelijk het resultaat is dan niet heel veel. Nee. Dus daarom kan je een jezelf voor de gek houden van... ja, maar er gebeurt helemaal niet zoveel. Ik kreeg zelfs een mailtje van iemand, een editor... die zei van... ja, ik zou wel dingen voor je willen editen... Mm -hmm gaan kijken of dat uh, misschien nog in de lijn der verwachtingen kan. Uh, zitten. Ja, het zal wel lekker zijn, toch? Ja. En uh, een dingetje wat ik nog wel even wilde melden, uh, wat ik weet, is dat uh, we hebben een kleine overstok van de shirts uh, van twee shirts die we hebben. En die komt als het goed is binnenkort online. We weten nog niet precies wanneer, want het bedrijf waar we mee samenwerken, die uh, gaat het online zetten. We hebben gezegd van het kan gewoon online gezet, dus het kan ook zo zijn dat als jij dit nu luistert, dat het online staat. Maar dat weten we gewoon niet zeker. Maar ontspannen. Ja, leren ontspannen. Want ja. in, je, in je hoofd moet je soms zoveel dat je denkt: hoe kan ik ooit ontspannen als ik nog al die taken in mijn hoofd heb? Ja, dit weekend heb ik wel geprobeerd te ontspannen. Ja. We zijn uh, naar uh, hotel gegaan. We hebben in uh, het zwembad gelegen. We hebben in de sauna gelegen. Hebben <laughs> overal is... gelegen, toch? Ja, uh, <laughs> ja, in bed hebben we gelegen. We hebben roomservice besteld, omdat ik gewoon merk dat ik gewoon drukte niet echt goed kan handelen. Ja. Uh, noem het overprikkeld. Dat noem je uh, het nu ook, toch? Uh, zo noem ik het nu inderdaad, <laughs> ja. ja. ik had nooit verwacht dat de shirts die we uitgaven ook een keer op mij zouden gaan slaan. En jij zei altijd dat je het niet begreep het overprikkeld nooit, zijn, nee, uh, nou, begrepen, wat overprikkeld zijn precies nee. was. Maar ja. misschien is het voor jou wel um, ja, tot zo'n punt gekomen dat je nu ja, veel minder kan. En dan opeens merkt van, hé... Hey. Nou, wat grappig was, we hebben het er ook dit weekend over gehad en ik ben wel wat dingetjes aan het filmen. Nog steeds aan het filmen, omdat ik dat ook leuk vind. Uh, uh, over mijn gedachtengangen en dat soort dingen. Eigenlijk, wat ik uh, bijna vijf jaar geleden deed, ja. toen uh, ik dit boek schreef. Toen had ik ook een serie op YouTube uh, over dat ik helemaal aan de grond zat. En eigenlijk, door alle gesprekken die wij hebben gevoerd, denk ik echt van, oh, wat ik toen interpreteerde, interpreteerde ik, denk ik, best wel verkeerd. Ja? Nou ja, er was, was wel angst. Dan kijk Ik, ik ik kon ook heel veel dingen niet aan op dat moment. Maar ja. ik dacht van ja, dat komt gewoon allemaal door angst, omdat ik heel ja. erg angstig op dit moment mm -hmm. ben. Maar misschien was ik ook gewoon echt oververmoeid. Want ja. het was een periode waarin ik uh, daarvoor heel erg uh, gestruggeld had met allemaal dingen, uh, ook met uh, werken, alles veranderd heel was. Veranderingen. En, uh, 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 ook nog een relatie uit uh, tegen de klippen liep en heel weinig geslapen destijds. Uh, ha, heel weinig geslapen destijds. Ha, Heel weinig slapen. Destijds. <laughs> uh, nee, maar heel weinig slapen en gewoon heel uh, heel de tijd spanning voelen. Ja, Dan, dan ga je zenuwstelsel natuurlijk ook overreageren. Dan ga je heel veel druk daarop leggen. Ja. En dat is wat ik nu ook heb gedaan eigenlijk. Maar dan weer op een, ander, ja, ja, ja. op een andere manier eigenlijk. Een jaar geleden maakte ik een video waarin ik liet zien dat ik 60 uur werkweek had. Wat mm. niet elke week zo was, maar nou, ik wel heel veel, veel werk hoor. En toen dacht ik van, ah, dat is toch helemaal niet zo gek. En uh, nou ja, toen dacht ik van, dat kan ik gewoon. En, en, en het was ook zo dat ik het kon, weet je wel. Na zoveel jaar dat ik dingen ja. niet kon, kon ik het nu gewoon. Ergens voelt het denk ik ook wel heel lekker als je dat kan. Nou, het voelde wel uh, productief. Ja. Uh, maar ik kwam er dus achter dat uh, wat ik toen interpreteerde... als alleen maar angst, puur angst. Dat het ook kon zijn dat ik gewoon oververmoeid was. En daar had ik er zelf nog nooit over naar, ge naar gekeken eigenlijk. Nee. Nee, omdat je dat misschien wat minder bij jezelf herkent, moeheid. Ja. Ik heb sowieso het idee dat jij je moeheid niet zo goed herkent. Want ja, je bent uh, voor mijn gevoel uh, bijna nooit moe. Maar ik moet zeggen dat ik nu alweer moe ben. Dus, ja, ja? ja, nu wel nu het te ver gegaan is. Ja. Maar dan heb je dat allemaal niet echt aanvoelen komen. Nee. En, uh, maar het is denk ik vooral een uh, kwestie van uh, het gaan aanvoelen en het serieus gaan nemen. Dus wat ze zijn gaan doen, is uh, naar een uh, hotel gegaan. Ik heb een uh, Lego set gebouwd, die ik al in een half jaar heb. <laughs> niet in dat hotel had. hoor. Dus, uh... Nee, niet in het hotel. <laughs> nee. Die had ik gewoon thuis gebouwd, inderdaad. Maar uh, ik moet zeggen, ik heb nog dus nooit gelego als, 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 als kind en zo vond ik het geen, geen reet aan. Maar nu vond ik het wel leuk. Ja, het ik is ontspannend. Ik vond het nooit zo creatief, maar eigenlijk hoe maakt dat niet zoveel uit. Het hoeft niet, je hoeft niet iets te creëren om gewoon uh, het, het, het fijn te vinden om iets af te maken. Nee, dat is eigenlijk uh, het is een soort van puzzelen. Ik vind dat puzzelen soms ook wel leuk om te doen hoor. Ja. Je weet heus wel dat je het eindresultaat niet zelf gemaakt hebt, maar klopt. Je hebt er gewoon plezier in gehad terwijl je deed. En dat is ook belangrijk. Ja, ja ik ben uh, drie dagen bezig geweest met mijn bouwsel. Heerlijk, en ik zat ondertussen lekker te pikminnen. Ja, we hebben allebei ontspannen. Maar hoe ontspan jij? Want jij bent daar denk ik wel beter in dan ik. Ik ben echt nou, heel slecht in ontspannen. Ja. Zij is ongeveer mijn vrouw <laughs> ontspan. Ik um, heb daar, uh, denk, tien jaar over gedaan voordat het me lukte om echt toe te geven aan. Uh... Ja. Ja, echt wel. Dus daarom hou ik me hart vast voor jouw proces. Nou, tien jaar langs. Nee joh, me niet maar bij jouw kant versneld gaat, want je bent een stuk ouder, een stuk wijzer. Dus dan, dan, dan weet je het ook wel wat beter, denk ik. Maar uh, ja, ik heb heel vaak uh, vroeger. Uh, uh, ja, je voelt jezelf toch eigenlijk best snel een, uh, een aansteller. Ja. Ja. Ik heb er af en toe nog steeds moeite mee. Dat als ik me echt moe begin te voelen. en het komt voor mijn gevoel nergens vandaan. als in. ik heb nou niet per se meer gedaan dan anders. dan kan ik nog wel eens voelen van. Uh, ja. Slaat het, waar slaat het op? Ja. En als ik dan tegen jou moet zeggen. Ja, ik ben moe, ik ga even liggen. Mm. Dan, dan voel ik me eigenlijk voel ik daar wel veel weerstand nog steeds tegen. Ja. Maar ik weet gewoon zodra ik dat ga doen. En ik slaap een half uur. Soms slaap ik al twee uur. Ben ik gewoon overdag in coma. Als je lichaam letterlijk weg kan vallen, omdat je zo moe bent. Dan zegt het genoeg natuurlijk. Ja. Uh, en dan kom ik eruit en dan, dan is mijn geest weer helder. En ik, mijn lichaam is meer uitgerust. Maar ik wilde als mens altijd meer aan kunnen, denk ik. Jij denkt ook wel. Ja, ik heb soms van die weken dat ik opeens veel meer energie heb. En dan, dan moet ik erop waken dat ik niet in overdrive ga. Want eigenlijk is dat heel lekker, dat gevoel van: ik kan zoveel doen. Ja. En ik denk dat dat een beetje een valkuil is. Uh, uh, ook als je autistisch bent. Ik kan me wel voorstellen... Dat, dat mensen die dit luisteren... en daar echt totaal geen kaas van hebben gegeten... denken van jezus, twee aanstellige millennials. Ja, maar dan moet je een beetje loslaten. Want... Uh... Ja, ik vind het. Het ik ik, ik, is er, iedereen ik, ik, Mijn, zijn mijn eigen... hoofd is echt, uh, de mening van anderen geldt best wel hoog. Ja, maar dat heb ik ook. Maar dan moet je jezelf eigenlijk constant herhalen: van ik leef alleen bij mezelf. Ik moet mezelf uh, ja, uiteindelijk. tevreden houden. Als jij, als jij je leven zo indeelt... dat je het aan kan. En dat soort, maar er zijn zoveel dingen die ik wil. En dat is soms zo lastig en zeker. Ja, maar als... het is zo. En dan moet ik dan moet ik ontspannen. Ga ontspannen. Is, uh, ga anders ontspannen. Doe het even zo, uh, ontspannen. Doe ga ontspannen. Nee, maar het is toch een lomp gedachte dat als jij, ja, tuurlijk, ik wil ook wel uh, 80 uur in de week uh, leuke dingen kunnen doen, kunnen werken, alles afmaken wat ik graag wil. Maar ik weet nou helemaal dat dat me niet gaat lukken. Dus waarom moet je jezelf dan pushen uh, voor een voor een beeld, ja, een ideaal beeld? Maar ja, we hebben toch allemaal ideaal beelden. Dat sowieso. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Dan ga je alleen maar bergafwaarts als je het probeert. Maar wat zijn nou dingen waar je echt van kan ontspannen? Wat, 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 wat zou ik of jij of, of wij kunnen doen? Wandelen, daar ontspannen we een soort van. Ja, pas? en de natuur is wel belangrijk hoor. Want je, daar haal je echt rust uit ook. Ja. Ja, maar dan moeten we eerst met de scooter... Nee, door je, onderschat, ja, je onderschat, denk dat je ook in het bos kan lopen... bij ons in de buurt. Waar dan? Ja, we hebben gewoon van die parkjes met bomen. Dat zijn echt een bos, hè? Dat is een park nee, met okay, bomen. Oké, een dat park met net. een boom. <laughs> nou, en dan loop je een paar rondjes om die bomen heen... en dan... Uh, je ja, denkt, het, het Haagse goed. Bos zit wel in de buurt... maar dan moeten we wel... Ja, maar jij denkt te Brrr. groot... omdat je eigenlijk gewoon überhaupt al... geen poging wil wagen om het te proberen. We kunnen gewoon uh, uh, de natuur opzoeken. Het is echt ja, zover dat is niet. dat is waar. Maar het is meer van dat jij zegt, ja, dan moeten we gaan scooteren, want ergens heb je er gewoon uh, geen... Uh... Ja, ik wil wel, ik, als ik gewoon plof gelijk in het bos sta, wil ik best in het bos doorlopen. Ja, maar. precies, maar dit zijn allemaal dingetjes die ik vroeger ook allemaal zei tegen mezelf. Ja, maar als ja, dit, op dit moment, hè, maar ik, als dat. Op dit moment, hè, want normaal vind ik het helemaal niet erg. Nee, een beetje, precies. Dan goed ik overal heen. Maar dat zijn allemaal dingetjes die je tegen jezelf zegt om jezelf wijs te maken dat, ja, bij jou gaat dat niet lukken. Nee, bij jou gaat het niet lukken. Maar. En uh, wat nog meer? Wat, uh, want uh, inderdaad, wandelen in de natuur, rustig. Wandelen rustig. doet je heel goed in de natuur en ook naar je lichaam leren luisteren. Zoals jij knikkenbollend op de, zo zeg je dat toch? Knikkenbollend. Mm. Uh, op de bank zit. Ga, nog. ga dan. Ja, maar gisteravond is wel een dingetje, denk ik. Dan moet je gewoon vroeger gaan slapen, denk ik. Mm. Maar als je echt in de middag zit en je, je valt bijna weg. Uh, dat gebeurt niet zomaar. denk nee, ik. Dat is waar. Weet je, wat bij mij al het probleem is, als ik dat dan voel, dan denk ik altijd van: oh, dit is niet, niet oké. Okay. Dat, dat kan niet anders. Er is iets mis met mij. Mm. Dat, is, dat is wat dan. Uh, en dan ga ik angstig worden en dan krijg ik allemaal hartkloppingen en zo. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat je gewoon uh, een klein beetje um, uh, moet waken dat je niet in een uh, heftige burn-out gaat komen. Ja, ik vind dat zo heftig als je dat steeds blijft zeggen. Dan, nee, maar ik zeg dat dan niet ben je al je energie aan het uh, nee, ik ik burn-out. Ik heb gewoon plaatjes op internet gezien. En dan staat er in. Dat het de, niet je de eerste meen. stadia van burn-out is uh, dat je overdreven hard gaat werken. Ik ging niet overdreven hard werken. Jawel, kijk, en dan krijgen we dit getouwtrek weer. Laten we het er maar hier over hebben. <laughs> okay, laten we het over, over ontspannen hebben, schat, want hier word ik er gespannen van. <laughs> ja, okay. Dat is niet ontspannen om uh, over uh, dat ik een burn-out zou nee, moeten maar zijn. Nee, je moet het zo. wel serieus nemen. Ja, ik neem het ook serieus, anders ga ik toch niet allemaal dingen nee, stoppen? Nee, oké, okay, maar je moet het dan niet op alles ma ja maar gaan antwoorden. Kun je dat, kun je dat proberen? Uh, nee, <laughs> dat is niet ja, maar is gewoon Nee, dat kan ik niet proberen. Ja, dat was prima, dat probeer ik wel. Uh, maar ontspannen, dus ik ging mijn Lego setje bouwen. Op zich, tv-kijken vind ik ontspannend, maar het schijnt niet ontspannend te zijn, omdat je toch nog bezig bent met, met informatie tot nemen. Dus het is niet de ultiem ontspannen. Ik doe aan Meditatie. Dat ligt eraan wat je kijkt. Ik denk als je friends bijvoorbeeld kijkt. Ja, omdat je dat al kent. Dat ken je al helemaal door en door. Ja. Kan ik meepraten. Ja, dan is het ja, precies. Dingen die je al kent is makkelijker om te kijken. Ja. Ja. Nou, echt dingen doen die je super leuk vindt om te doen. Ja, maar ik, dat is dus het probleem. Dat heb ik al zo vaak gezegd. Ik weet niet wat ik super leuk vind nou, om te doen. Nou, jij vindt Behalve je. Behalve nu, Lego. Oké, okay, Lego <laughs> Maar jij vindt het ook hartstikke leuk om je te verdiepen in nieuwe uh, uh, dingen met camera. Maar maar krijg je nu spanning van? Uh, edit, uh, nou dan moet je dat even niet doen. Maar normaal gesproken, als je een hobby hebt uh, waar je geen spanning van krijgt, mm. of een klein beetje, niet erg natuurlijk. Mm. Ik krijg soms ook wel een klein beetje, maar Wat dat vind jij lekker weg. om te ontspannen dan? Um, spelletjes spelen op de. Switch. 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 Ik vind dat lekker yeah. en ik vind het lekker om uh, in de zon te liggen, ja. de zonnebanken. Oké. Okay. Hmm. Nou ja, de komende dagen is genoeg zon, dus je kan de hele tijd in de tuin gaan liggen als je dat wil. Ja. Dat wil ze dan toch niet? Nee, die streep zon niet. Ik eens. vraag me serieus wel af of je dat echt lekker vindt of ja, dat ik vind je dat, het, het idee lekker vindt. Maar dan zie ik mezelf liggen naast die vuilnisbak en die scooter. Daar ga je. <laughs> <laughs> dat is wel ja, we hebben zo'n scheittuin. Ja, dat het enige deel waar je lekker kan liggen is alleen, ja. maar, is alleen maar schaduw. Ja, ja, maar dat ik dat zou prima zou ik bijvoorbeeld bij mijn moeder in de tuin kunnen gaan liggen. Bij je ja, maar bij meken heb je twee krijzende kinderen mee. Ja, nee, maar wel, um, uh, ik zou bij mijn moeder in de tuin kunnen gaan liggen. Um, ik zou ook bij ons in de tuin kunnen liggen. Dan moet ik even die bank verplaatsen en die vieze vuilnisbak. Dat kan ook gewoon. Ja, we hebben wel. Ik een denk beetje... dat ik dat ga even ga doen ook. Ja, we moeten we misschien meer in de tuin gaan zitten? Maar ja, is het echt ontspannen in onze tuin? Grote mm. ja, schil en uh, 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 harde muziek. We, en we hebben er nou eenmaal mee te dienen dat we in een uh, ghetto uh, wonen. We wonen niet in een ghetto. Letterlijk naast onze straat staan de grootste villa's die in zijn. Ja, maar in schat, dan zeg je het al goed. Naast onze straat. Ja, maar het kan niet zijn dat het ghetto daarnaast is. Nee, Mens okay. in een villa gaan niet in een ghetto wonen. Uh, ik ga die bank even plaatsen. Hebben een de volksburt. komende dagen ga ik er even liggen. We hebben een volksbuurtje, dat bedoel je. En ik moet eventjes... Uh, nee, je oh, ik moet, moet, niks, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Ja, ik ga nu allemaal dingen bedenken. Lezen uh, moet ik ook zeggen, dat het ook lezen, wel lezen, erg ontspannen ja. kan zijn. Ja. Heb jij dat ook, wanneer je dingen, denkt, dingen aan het bedenken bent die ontspannend zijn? Mm. Uh, dat, dat je gespannen wordt van dat je het niet Nee, dat je dan opeens denkt van ja, maar ik moet ook nog een ding. Ja, ja, ja. ja moet ja, ook ja, nog ja, ja. een hey, Dat is het hele probleem. Ik heb altijd, en ik denk dat ik daar ook best wel tegenaan ben gelopen, is dat ik altijd het idee heb dat ik nog iets moet doen. Ja, oh zo vervelend. Voor mijn bedrijf dan. Soms kan het wel eens helpen om uh, het allemaal... Uh, te georganiseren. Hè? Net zoals ik nu met jouw uh, bedrijfs e-mail, email mm. gedaan heb. Mm. Gewoon alles wat uh, spam is, en nou, ook reclame. Allemaal uitschrijven. En uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, in categorieën, mapjes plaatsen en zo. Ja en uh, dan alles wat er nu binnenkomt, dat er gelijk te openen en weg te gooien, te unsubscriben of mm. te reageren. Ik moet zeggen dat ik trouwens dingen uh, uh, in het huis aanpakken ook wel ontspannend kan vinden. Ja, want dan krijg je weer wat rust ook, omdat ja. natuurlijk je, je kijkt al maandenlang kijk je tegen bepaalde dingen aan. Ik heb dat hier ook trouwens. Ik ja. denk dat we ook binnenkort is hier moeten gaan ontspullen. Ja, en dan doe je het maar niet omdat je denkt ja komt wel, komt wel. Ja. Maar uiteindelijk doe je het nooit. En uh, wanneer je daar wat, wat de tijd voor krijgt, moet je dat eigenlijk aanpakken, want dat gaat inderdaad rust geven. Ja. Zo kijk ik al maandenlang aan tegen, nou Volgens mij al jarenlang tegen van die lekkageplekken in de slaapkamer. Oh god. Nou, dan ga je dadelijk mee met Michael, ga je even een witje halen. En dan halen wij wel die dingen. Maar goed, die gang moet ook nog gedaan worden, natuurlijk. Die vloer is belangrijker even in die gang. Ja, maar dan kunnen we toch ook alvast witje halen? Ja, voor in de gang ook. Het is er. <laughs> Ja, gewoon dat je gelijk die gang ook weer helemaal wil schilderen. Ja, dat vind ik vieze vlekkengang. Ja, vieze vlekkengang. Ja, we hebben van de week dus uh, uh, uit hobbymatig. Nee, nou ik vond het op zich ergens wel ontspannend dat, dat verven ja. van die plankjes. We hebben namelijk achter ons bank, al was het altijd rood, en dat hebben we nu een kleur geverfd die jouw zus ook had, uh, in hun huis had geverfd. En die wilde jij dan ook niet. Ja, dat gebeurt wel vaker als je bij iemand anders op de muur ziet, toch? Ja. Dat is nee, een veilige keuze. Nooit, nooit. Bij mij niet in ieder geval. Maar jij wilde dat. En, uh, nee, ja, jij doet überhaupt niks qua verven. Het is dat ik je uh, toen dat, aangespoord had. Ja, ik had het wit gelaten inderdaad, dat klopt. Maar um, ik wilde het wit weer opnieuw witten. Dat. Wat? Ja, in, in Rotterdam bedoel je toch? Oh ja, 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 precies. Maar uh, wat, wat, wat wilde ik nou zeggen? Uh, ja, toen, dat vond ik wel ontspannend. Tot op het moment dat we toch weer in elkaar wilde gaan zetten en dat ik dacht van oh, nu moet het gewoon nog maar gaan gebeuren, dan toch weer te veel doen. Ja. Dus bij mij is het ook wel gek, want dan ben je aan het ontspannen en op een gegeven moment merk je van ja maar nu moet ik af en dan is het niet meer ontspannen, dan is het toch weer een druk toevoegen. Dat vond ik bij Lego het trouwens wel minder. Nou ja, nooit ik heb dat ik Lego leuk had gevonden, echt serieus. In het begin was dacht ik wel van oef, het gaat denk ik niet iets voor jou zijn. Hoezo? Omdat ik... al die kreten die <laughs> daaruit kwamen. Van, ik uh... maakt allemaal fouten, bedoel je? Van oh ze hebben me steentjes niet gegeven. Dus er is er echt één steentje. <laughs> of Freek heb hem opgegeten, opge jij hem opgestofd of die is licht ergens. Die is niet, die heb ik niet gevonden. Ja, De set was incompleet, dat was er nog meer wat je aan het schilderen was. ook oh, de handleiding klopte niet. <laughs> ja, ik had uh, die vloer, had ik verkeerd <laughs> gelegd. Ik had een, een leger set van Seinfeld uh, al een half jaar staan en die dacht ik van die vind ik wel leuk om gewoon te hebben staan. Maar nu dacht ik van ja, misschien is het ook wel leuk om een keer te gaan maken, want ik moest toch gaan ontspannen van mezelf. Yeah. En uh, toen was ik bezig, maar ja goed, uh, ga ik tegen een grote autist lopen zeggen dat het uh, niet klopt. En dan gaat zij kijken en dan ziet ze na twee seconden al dat het uh, klopt. Dat het inderdaad nou, niet, dat, ja, ik nee, had, dat, ja. ik, dat het wel klopt en jij zei al gelijk van klopt niet. Ik had, het, ik had het eerste uur het idee dat je maar gewoon wat deed. Nee, ik was echt aan het, het kijken. Was gewoon... Ik was echt aan het kijken. Ik was gewoon rustig aan ik het... Ik was dacht uh, van, oh, ik ga een leuk stukje voor je leggen. En op een gegeven moment dacht ik van, hè? Volgens mij gaat het patroon hier niet helemaal goed. En jij gewoon lekker van... Nee, gewoon lekker zo, zo, zo. <laughs> dat, is niet, jij die plankjes dat is niet waar. <laughs> waar. Dat is helemaal niet waar. die plankjes zo verder. Nee, en ik uh, was niet... Alsof, ja, ik, alsof ik zonder kip, zonder kop... Dat ja, was wel. echt letterlijk elke keer... Nee, ja, ik leg je leg dacht, wel elk... Jij dacht echt gewoon van... Just swing it. Nou, dat zwarte vlakje nee. ongeveer hier zo. Dat is helemaal niet waar. Schat, nu ben je druk aan toevoegen aan mijn ontspanning. Nee, momenten. ik had echt het idee dat jij maar dacht van... Ik leg het maar ergens neer. Het zal wel zijn hoe het werkt. Nou... Nou, op een gegeven moment lukte het wel. <laughs> en toen ontspande ik er wel. Op een gegeven moment begreep je dat het echt belangrijk was om de handleiding te volgen, denk ik? Nee, ik deed de handleiding al vanaf het begin volgen. Alleen ik had het verkeerd geteld. Dat was het. To ja. Ik heb de hele tijd de handleiding. Ik, ik, ik had helemaal geen zin om na te denken zelf. Ik wilde gewoon de handleiding kijken. Ja, maar met die handleiding kijken moet je ook nadenken. Nee, helemaal niet. Want dan is het letterlijk Jawel. gewoon doen wat, die, wat er staat. Ja. Gewoon het blokje op een goede manier houden, zoals ze het getekend hebben. Het, was echt, het is echt idiot-proof zo'n ding. Nee. Ja, echt wel. Ik denk niet dat het bijvoorbeeld een vrekem zou kunnen leggen. Zo'n kat, die heeft niet <laughs> eens duimen. Oké, okay, nou. Genoeg over jouw uh, nieuwe hobby. Ik mag trouwens wel hopen dat niet ons hele huis volkomt stel met Lego. <laughs> <laughs> nou, dat is natuurlijk veel te duur voor ons. Dat heb ik al achtergelaten die We periode. We hebben dus de Lego Store dicht bij ons huis zitten. Dus het wordt echt uh, moeilijk voor jou, meid. Nou, nee ik ga echt niet alles kopen. Ik vind het. Kijk, ik wil nu gewoon een set hebben die gewoon wat groter is, dat ik er wat langer <laughs> over doe. Dus ik zat te denken aan het kasteel van Disney of zo. Ah, nee, alsjeblieft, nee, zeg. zeg. Hey, maar. Uh, 600. Nee, weet maar wat je ook zou, of, zou kunnen de doen. De eiffeltoren van 600 euro. Weet je, kijk, ik heb een, gewoon even een herspinsel, hè? Je haalt die Seinfeld set uit elkaar en nog keer. En eens. je gaat het opnieuw, maar dan goed bouwen. Want je bent ergens de mist Nee, hoor, Nee, ik kan één. Helemaal niet. Ja. Nee, want ik heb toch geen blokje over. Oh ja, wacht, er is één blokje. Ja, het klopt wel. Ik heb eentje zit, zit uh, een uitpuilend stukje. Terwijl er bij een andere één ja. blokje mis. Dus maar ik heb, heb ergens jij, een verkeerde gezegd. Heb jij niet dan een gevoel van het is nog niet helemaal goed? Nee, ik ben best wel snatvreden. <laughs> in dat, <laughs> in dat op zich wel, bij mijn video's niet, maar daarin wel. Ik zou, als ik jou was, zou ik die set gewoon opnieuw bouwen, heel heerlijk. Nee, ik vond het een krimp om uit elkaar te houden. Ik heb serieus me gesneden aan dat ding. Nou, maar ik denk dat je gewoon op een gegeven moment kan gewoon op z'n kop houden. Op z'n kop houden en dan lekker wikkelen. Nee, echt niet. Dat nee, gaat niet uit elkaar. Het, niet nee, nee, het, wordt, het wordt zo in elkaar gezet dat het bijna niet uit elkaar te houden. Je moet echt steentje voor steentje bijna gaan dat doen. Dat is wel heftig. Ja. Dan ben je langer bezig met het uit elkaar halen. Ja, ik, dan ik zat in te elkaar. denken misschien aan een French set. Ja, dat is wel geinig toch? Ja, maar ja, goed, die kost 180 euro. Vind ik ook een beetje ja, maar je hebt toch ook andere? Sinds ja, zijn ja, perk. perk. Maar ja, die is even duur als deze. Dus daar ben ik even lang mee bezig als deze. Oh, je je wil gewoon eentje waar ik even gewoon een paar dagen helemaal zoet mee ben. Ja. Gewoon een weekie. Precies. Maar ja, mocht jij nou nog tips hebben van wat, wat lekker is om, om, te, om, tot, om te ontspannen? Diamond painting. Ja, Weet je, dat je dus een portret van jezelf kan bestellen en dan dat ze dat gaan in Diamond painting steentjes komen leveren? Je kan ook een, uh, een, uh, een Lego-versie van jezelf laten maken en dan kan je zo'n zo cube-ding uh, en dan ben je het zelf. Schattig. Ja, maar daar ben je ook zo mee klaar. Ik wil ja. gewoon, ik wil, misschien wil ik wel. Um, uh, de Lord of the Rings set of de Indiana Jones set Dat is allemaal 150 of 200 euro, vind ik gewoon veel te duur. Ja, het is wel echt een. Uh, een Zeker omdat ik ook uh, heb besloten om uh, te gaan praten met iemand uh, dan moet je alsnog uh, daar meer geld voor vrijmaken. Mm, misschien kun je het allebei tegelijk doen, praten en Lego, uh, toch? Het gaat niet zo goed met mij. <laughs> Waarom dan niet? Ja, gewoon omdat ik um, nou ja, veel wel, druk toevoeg. Uh... Kijk, ergens weet ik wel waar, waar, waar dingen vandaan komen. Want we hebben het er afgelopen weekend er ook veel over gehad. Dus ik weet het ergens wel. Maar hoe het op te lossen, dat is een, uh, een proces die jullie mogen volgen in de podcast. Ja, ik denk dat het goed komt je. Nou, het ontspannen, ik moet zeggen. Dat Lego, dat deed me echt goed. Dus ik, ik wil gewoon meer dingen gaan doen om te ontspannen. Dus als mensen tips hebben, laat ze vooral achter. Mm -hmm. Ik lees ze niet, maar ik ben wel blij dat, uh, dat ze er staan. Nee, uiteindelijk kun je het wel gaan lezen. Alleen het controleren daarvan is even te heftig. Ja. Dan moet je ook door alle berichten als aansteller en uh, get a en dat soort dingen. Ja, ja, daarom ben ik ook gestopt inderdaad om te lezen. Want uh, er was iemand die zei van, nah, gewoon niet aanstellen, gewoon uh, vrij nemen. Toen dacht ik echt van, waarom luister je onze podcast als je zo negatief wilde reageren? Ja, want je weet dat wij gewoon... Uh, Gecompliceerde mensen zijn die ons leven heel interessant maken. Ja, precies. Dus uh, maak, je, maak je niet de druk mond. <laughs> uh, maar goed, nee, ja, goed. ik kan dit dus even niet zo goed handelen. Maar ik vind het wel lief, hoor, want ik kreeg ook allemaal DM's van mensen en zo. Ik kreeg ook whatsapp berichtjes van mensen die ik ken. Ja. Ja, dat is wel heel vriendelijk. Het is wel even een boost, een ego-boost, toch? Waarom een ego-boost? Ja, gewoon omdat je even wat. Dat is toch prettig? Het gaat niet om de ego-boost. Nee, oké. Okay, het is mensen... misschien een verkeerd woord gekozen. Ja, daar, zo, daar heb je wel steek vaak ik hand in eigen, eigen boezem. Ja. Maar, maar ik denk wel dat het fijn is om even van mensen te horen, dit en dat. Ja, maar ja misschien ook wel mensen die, hun eigen, die het herkennen en ja. denken van zo ben ik ervan afgeko of afgekomen. afgekomen ja, hoeft niet per se, maar zo ben ik ermee omgegaan. Dat is altijd wel fijn. Het dus is niks prettiger in het leven dan dat iemand tegen jou zegt van um, ik weet precies hoe je je voelt. Soms Ergens ook raakken, weer niet, want dan kun je ook denken van ja maar ja jij <laughs> dat is ook weer zo jij ja, hebt het veel makkelijker dan ik dat is ook weer niet goed natuurlijk maar ik had het over dus dat we naar een hotel zijn gegaan en daar ja. hebben we het stekje van de week geprobeerd soepertje was dat. Tony's Ballen. Nee, niet de ballen. Die, kon, die video komt morgen online, schat. Oh, ik vind die Tony's Ballen ook echt lekker. Ja, die waren ook heerlijk, maar... Wat was een maar... stukje van de week dan? Die Gyoza's. Oh, die Gyoza's, ja. Die hebben ja. twee keer op. Nou, wij hebben een haat-liefde verhouding met uh, Van der Valk Hotels. Ja, ja, ja. Want we vinden het heel relaxed, maar we vinden het eten gewoon echt verschrikkelijk slecht. Ja, oprecht, Van der Valk, uh, step up your game. En dat zijn ze nu aan het doen, denk ik. Want ze hebben echt wel wat andere dingetjes op de in kaart Noordorp. gezet. Ja, ja. ja, en ook, kijk, uh, normaal gesproken krijg je dan je krijgt zo van die bakjes erbij bij een hoofdgerecht. Mm -hmm. Friet en um, wat nog meer. Je kan zelf van die appenmoes pakken en zo. Ja. Dat hadden ze hier in Gouden Leeuwen, zo'n balie waar je dat allemaal kon pakken. Ja, ja. ja, ja. Uh, maar dat is oldschool. Uh, het was, dat gewoon, was gewoon altijd gewoon, ja, wat zeg je, het eten was gewoon echt een 5A, ah, 5,5. Ja, maar niet van de vijf, toch hoop ik? Vijf van de vijf? Nee, vijf van de tien. Dus een 2,5. Tweeënhalf, tweeënhalf of twee. zo twee, tweeënhalf donuts maar um, dat, uh, dat was nou nooit echt uh, om over naar huis te schrijven. En nu hebben ze zelfs kruiden op de friet gegooid. Ja, ik denk dat, dat ze echt zo. wel bezig zijn uh, ja, daarmee. Ze proberen maar ik durf nog geen hoofdgerecht aan. Dus we hadden nog geen hoofdgerecht geprobeerd. Maar nee. we hadden dus gyoza's in de middag al geprobeerd. En die waren echt lekker. Ja, die waren echt lekker. We waren goed krokant zat een kipvullentje uh, in. Ja. Een lekker sausje erop. Zo, was zo, echt, wel uh, lekker veel mayo erop. Voor mij was saus die erop zat. Zo, dat klinkt als een hond. Hoitje? Ja. Hm. En uh, inderdaad, van die uh, Japanse mayo zat erop. Het was echt, uh, ik vond het een toppertje. Delish. Dus daarom dacht ik, snackje van de week. De kikiosa's in Noordorp, uh, van de Valk Noordorp. Ja, zeker. Wat trouwens wel even, wat ik er even bij wil zeggen, in het hotel. Ze hebben daar dus een zwembad en een sauna. En het zwembad is zo netjes. Ja, het is en echt... En weinig uh, mensen, ook heerlijk. Ik vind dat echt een heerlijke... Kijk, het is dat het ook zo dicht bij huis ligt, wat ik helemaal geweldig vind. Ja, we houden niet van uh, hele verre reizen. Nee, in principe, als je, als je een avondje in zo'n hotel wilt spenderen, dan maakt het niet uit wat er aan de buitenkant gebeurt. Natuurlijk. Nee, want we waren letterlijk gewoon de hele tijd in het hotel. Ja, ja. maar dan is lekker eten nog wel belangrijk. En ik vond het eten, het ja. was wel prima. En die gyozas waren erg lekker, die zou ik echt uh, four and a half out of 5 geven. Oh my god, ja. Yeah. Maar als je dan die friet, ja, het was wel oké, okay, maar toch niet Ja, helemaal. het is allemaal gewoon niet je van het. Ik vond het deze keer, vond ik het wel een goede 6,5. Ja, precies. Die gyozas, die krikken het wel op. Ja. Het is gewoon prima eten, maar voor het eten moet je daar absoluut niet heen gaan. Nee, nee dat is waar. Dus uh, de gyozas van uh, de Van der Valk uh, is het snackje van de week. Oh, is het ontbijt Oef. wel echt lekker daar hoor? Trouwens, ik ben, uh, ik weet dat ik niet over werk mag praten, maar ja? er komt zeer binnenkort waarschijnlijk een mystery box aan. Ja, yeah. dat is ja. nou leuk, hè? Zo'n mystery box. Ja, een pre-order. Um, wanneer precies weet ik nog niet, uh, maar waarschijnlijk nog ergens eind. Oh, het wordt een pre-order, pre dat is leuk. Ja. Dus dan kunnen mensen gewoon zich inschrijven. Want ik merkte dat het bij de shirts ook goed heeft gewerkt. En ik denk van ja, waarom niet? Moeten mensen gewoon twee. Want ik heb uh, met Luca gevraagd: van, ja, hoe lang moeten ze dan wachten? En waarschijnlijk twee weken. Ja. Voordat alles binnen is. Maar, dat is best maar ik heb echt een hele leuke box samengesteld. Nu ben ik echt enthousiast. In april dacht ik echt van nou dit ga ik echt niet doen. ik vind ik echt een verschrikkelijke box. Nee, en dat is niet diegene die je uitgebracht hebt, toch? Voor dat geval. Dat die wilde er, uh... ik uitbrengen. Die had ik al helemaal getest. Ik had al alles opgenomen en alles. Ja, maar dat was en toch nee. niet helemaal. Uh... Het is, een, het is een combinatie geworden van nieuwe producten die ik heb geprobeerd en producten die daarbij zaten. Nou, zullen we nog een kaartje trekken voor elkaar? Een kaartje trekken. Noem een overeenkomst tussen ons en noem iets waarin we verschillen. Jij kan goed ontspannen. En weet Heb ik moeten leren, hè? En, en weet wat... Ja, dat maakt niet uit. Iedereen moet alles leren. Ik wil daar even credits voor hebben. Oké, okay, je hebt het moeten leren. Dank je. Um, jij weet goed te ontspannen en je kan goed aanvoelen wat, uh, uh, wanneer, er, uh, wanneer het even niet zo lekker gaat. Uh, waarin we overeenkomen is ons uh, grapjes. Onze humor. Onze humor. Onze humor. Ja. ja, vind ik wel goed. En ik creativiteit. Vind. Ja, maar ik vind ook wel um, dat uh, alles wat je nu opgenoemd van mij, dat het wel echt een leerproces was. Dus dat ja, dat... maar dat is toch, dat is letterlijk met alles. Ja, alles maar is het leerproces. is niet zo dat het van nature komt. Dus het is ook niet ergens dat je het nog niet kan. Ja, maar dat zeg ik toch niet. Ja, maar ik voel gewoon een zekere onzekerheid in jouw stem. Een zekere weet, onzekerheid. Een zekere onzekerheid als je dat tegen mij zegt. Dat ik onzeker ben daarover? Trouwens, tegeltjeswijsheid. Ja. We hadden weer, uh, iemand had een hele leuke voorgesteld, toch? Ja, van vorige week. Die zin die ik had uh, gezegd. Het lichaam moet weten wanneer het kan ontspannen. Nee, de geest, de geest. moet weten wanneer ze rust krijgt, toch? Ja, ja, Een geest is een ze, toch? Een haar. Is dat zo? Dat is vrouwelijk, denk ik. Hm. Nooit over nagedacht. Nou, nou dat weet door. ik eigenlijk niet. Ik ga er eentje aan jou stellen. Oké. Okay. Uh, wat vind je het moeilijkste ze zijn aan het open zijn van je mentale vondst? Ja, die hebben we denk ik al eens een keer gehad, want dat is gehad. schaamte, toch? Wie inspireert jou en waarom? Dat is een goeie. Mm. Denk ik denk, twee weken geleden zou je nog mij hebben gezegd. En nu, uh, nu ben ik down in de dumpster en denk je, nou jij inspireert me niet meer. Jij inspireert me sowieso <laughs> niet meer. <laughs> Dan ga ik heel eerlijk met je zijn. Yeah. Nee, uh, ja, het ligt op verschillende gebieden, denk ik. Want bijvoorbeeld grafisch ontwerpen vind ik de ene meid wel leuk die Abby uh, nog mm. had. Van, uh, op YouTube. YouTube. Mm. Die maakt echt leuke dingen. En uh, op levensgebied... Michael Pilacic. <laughs> <Zo. laughs> <laughs> ja. ja, dat is wel echt onze nieuwe guru in huis, Michael. Ja, het is echt, in uh... huizen Michael of in... Nee, ha in, in huizen huis. ritstier is... Uh... Van de Elst? Nee, huizen ritstier. Oh, oké. Okay. Ja. Het is nog maar een kwestie van tijd mag dat, dat ik van mag, die naam afkomt. Mag, mag, <laughs> mag, mag dat wel op zwart op wit, dat dat huis dan ook echt, dat ik de hoofdhuurder ben? Nee, ik ben de hoofdbewoner, oh. dat blijft voor is is toch huizen uh, van de Elst? Nou, laat het dan huizenfreek noemen. Huizenfreek. Maar uh, we zijn een boek aan het lezen van Michael Pilarczyk. en maar liefst drie van die boeken toch? Die waren al een tijdje aan het lezen inderdaad trouwens. Ja, maar. Uh, ja, weet je wat het is? Hoe meer je van die hulpboeken leest, mm. hoe meer um, een soort van rode draadje in heel veel... Uh... Ja, je ziet eigenlijk dat de meeste dingen op hetzelfde neerkomen, want het ja, boek van hem dingen, komt, op ja. neer, komt op hetzelfde neer als de cursus die ik van uh, die Geert heb gedaan. Ja, je ziet gewoon een heel vaak zie je bepaalde verbanden en, en uh, bepaalde uitspraken terugkomen en dan denk je van... Dus, al die mensen, afzonderlijk van elkaar, die komen op, op bepaalde dezelfde conclusies. Ja. Dus daar kun je eigenlijk uithalen dat het echt werkt. En wij willen ook een boek gaan schrijven aan. die uiteindelijk dezelfde conclusie ook gaat trekken, toch? Ja, we willen eigenlijk gewoon dat boek kopiëren en dan onze naam erop plakken, ja. toch? Ja. We hebben al een titel. Ja, we hebben al een titel. Willen maar we daar iets uh, over zeggen? Nee, dat moet je echt nog geheim houden, want... Uh, ja, dat willen we nog niet. Uh, en uh, ik moet ook wel zeggen, in de huidige staat vind ik niet dat jij in staat bent anderen te adviseren. Nee. nee, maar ik hoef ook niet te adviseren. Je hebt toch je eigen. Ik heb, dat is een hier grapje, ook, schat, heb je grapjeurschat. Heb je iemand in geadviseerd? Nee, ik wil daar wel even duidelijk in zijn, schat. En dat ik probeer echt niet af te vallen. Dat wil ik helemaal niet. Want het leven blijft voor eeuwig leren. Ja, dat is ook over zo. jezelf, over je eigen psyche. Mm. Uh, het staat nooit stil. Nee, dus maar ik heb, het heel ook... veel, ik heb het heel veel alleen gedaan. ik denk dat ja. ik wel begint te beseffen dat het ook soms. Het ja. is om ook iemand anders erbij te betrekken. Maar daarom wil ik ook uh, benadrukken tegen jou dat waar je nu in zit ook weer een leerproces oh. is. Ja. Dat je nu misschien achterkomt van hé, hey, uh, ik kan het eigenlijk niet zelf. En dat is alleen maar heel krachtig niet om toe te Niet helemaal zelf. Niet helemaal zelf. En dat is heel krachtig om toe te geven. Mm. Uh, dus dan leer je ook weer van alles. Ja. En ik denk dat het alleen maar uh, een wake-up call is geweest ook voor jou. Van dit, uh, dit is niet uh, de manier waarop uh, het voor mij haalbaar is. Dus helemaal geen... Uh, ik denk dat jij nog steeds hartstikke goed bent in anderen adviseren. Je leert gewoon... Uh, je tot, je, tot je dood ga je nog dingen leren over jezelf. Ik hoop jezelf. het wel, inderdaad. Anders zou het wel heel saai leven worden als je alles al wist. Op als je, 30, ja, als je op je 33e al alles weet... Ik denk dat je dan uh, delusional bent. Ja, sowieso. Ja. 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 Maar ja, dat is... Uh, nou, we hebben we toch weer 36 ja. minuten volgeluld. Dat is goed, toch? Ja. Bedankt voor het luisteren. Tot ja. volgende week. Love you all. Love you.